Wij zijn heel fier dat wij vandaag onze brochure Justitie kunnen aan jullie voorstellen aan de vooravond van het nieuw gerechtelijk jaar. Er moet heel wat veranderen. Wij hebben onze visie uitgewerkt in een 10-puntenplan en we hebben ons toegespitst zowel op het strafrechtelijke gedeelte als op de informatisering als op de gerechtelijke organisatie. Er is tot nu toe nog geen enkele minister van Justitie geweest die erin geslaagd is om haar of zijn departement echt te moderniseren. En ook deze minister van Justitie die slaagt er niet in. Wel, we hebben dringend nood aan een hervorming van de gerechtelijke organisatie. En volgens ons hebben wij dan ook zeker en vast nood aan een eenheidsrechtbank. Die eenheidsrechtbank die gaat voor een veel eenvoudigere structuur zorgen. Wat natuurlijk voordelig is voor de rechtszoekende in de eerste plaats ten dienste waarvan justitie moet staan. Wij beseffen inderdaad dat de middelen beperkt zijn. Maar op dit ogenblik zit er gewoonweg geen lijn in de politiek van minister Turtelboom. Wij denken dat er een lange termijn visie nodig is en dat er nu dringend investeringen nodig zijn en dat er uiteindelijk op termijn een terugverdieneffect is. Als men die informatisering onmiddellijk kan doorvoeren, dan zou dat bijvoorbeeld al 20 miljoen kunnen uitsparen aan portkosten. Het is daadwerkelijk hallucinant. Advocaten moeten soms gewoonweg hun conclusies gaan neerleggen op de rechtbank en krijgen dan nog een stempel daarop, terwijl we ondertussen inderdaad al in de 21ste eeuw zijn. We spreken al niet meer over de fax, we spreken over e-mails, maar het is nog altijd niet mogelijk in justitie. Als we een analyse maken van de bestaande problemen bij justitie en de verschillende voorstellen die minister Turtelboom heeft aangekondigd, dan stellen we vast dat de minister eigenlijk drie prioriteiten vooropstellen. 1. Aanpak straffeloosheid. 2. Informatisering van justitie. En ten derde en het laatste, de hervorming van justitie. Maar met aanpak hiervan staat volgens ons de minister gewoonweg nergens. Christine heeft het al aangehaald, voor ons krijgt ze een 0 op 3. Blijkbaar kunnen we vaststellen dat het bijzonder moeilijk is om een eenduidige visie te krijgen tussen Vlaanderen en Wallonië. Er bestaat een andere visie in Vlaanderen dan in Wallonië. Wij denken dat justitie een Vlaamse bevoegdheid moet komen, dat we met een Vlaamse justitie op weg kunnen gaan naar een moderne justitie voor de 21ste eeuw.